Vandaag gaan we paling warm roken. Paling heb ik besteld online. Schieraal. Je kan bij diverse websites kan je kweekpaling bestellen. Daar wil ik ook niet te ver op ingaan. Dat kan je gewoon op Google kijken, verse paling bestellen. En dan rollen daar diverse sites op waar je dat kan bestellen. Ik heb schieraal besteld. Ik vind het een fijne paling om mee te werken. Het warm roken van paling kan je verdelen in een aantal fases. Dat is drogen, garen en afroken. We drogen hem op 40 graden, 40, 45 graden. Dat de huid volledig droog is. Want anders pakt de rook pakt niet goed op de huid. Het tweede proces is garen. Dat doen we op 80 graden ongeveer 20, 25 minuten. En daarna gaan we hem afroken. Ik rook hem op eikenhout. Ik droog hem op beuken en deels eiken. En we roken hem af op eikenmot. De laatste 20 minuten rook ik hem af met een flinke berg eikenhouten krullen. En dat doe ik om hem meer kracht te geven en een mooie glans krijgen of een mooie goudgele kleur gaat hij dan krijgen. De paling kan je zelf pekelen, maar je kan hem ook besteld gezouten bestellen. Als je hem pekelt, ik gebruik zelf een pekel van 50 gram op 1 deciliter water. Ik zorg dat de paling onder staat en dan laat ik hem gewoon 12 uurtjes in de pekel zitten. Ik hou van een goede smaak aan de paling, dus lekker, hij mag voor mij altijd wel een beetje lekker ziltig zijn. Vind ik zelf heel erg lekker, maar dan wil je hem niet zo zout, dan korter in het pekelbad. En ik gebruik puur zeezout in water, los ik op, daar leg ik die paling in, dan in de koeling. We gaan roken. Ik ga nu eerst een vuurtje maken om hem te drogen. Dus een basisvuur gaan we maken. Dat doe ik even met beuken. Als er dadelijk voldoende gloeimateriaal in ligt, dan zal ik er wat eikenblokjes op doen. En dan gaan we de paling drogen. Dat duurt ongeveer 25 minuten en dat gebeurt op 40, 45 graden. Ik ga nou de paling speten rijgen. Dat doe je onder de kiebe. Onder de kiebe, dan steek je hem zo door. De paling die hangt in de kasten. Het vuurtje staat hoog. Nu is het even afwachten dat ik het juiste vuur heb. De paling is nu aan het drogen. De klep staat volledig open. De paling die moet een beetje eigenlijk als perkament aanvoelen. Het begint nu al aardig droog te worden. Het vuur heb ik aangevuld met blokken eiken. Om alvast wat smaak af te geven. Zo, de paling is nu droog. Het huidje is droog. Dus we gaan nu de deur sluiten. We gaan hem garen. Garen dat is tot 80 graden. Dan een kwartier 20 minuten. Dus we gaan nu de deur dicht doen. Als de temperatuur hoger oploopt dan 80 graden,
Dan doen we de deur weer een beetje open. Dan loopt hij weer terug, weer een beetje de deur dicht. Het is eigenlijk een beetje spelen met vuur. Als hij niet hoger dan 80, 85 graden komt, is het goed. Laatst het half open, schuiven we ook dicht. De temperatuur loopt naar de 80 graden nu. Zet ik hem een klein keertje open. Dan gaan we hem afgaren. We zorgen dat de temperatuur tot tussen de 80 en 85 graden blijft. De temperatuur is 80 graden, dat is perfect. De kast staat een beetje open. Als die dicht gaat, dan stijgt die temperatuur als een malle. Dus we moeten gewoon de temperatuur op 80 graden houden. Een kwartier, 20 minuten is voldoende. Daarna gaan we hem afroken. Eerst checken of die gaar is. Daarna gaan we hem afroken. Nou, we zijn al 10 minuten aan het garen. Het zit iets over de 80 graden, dus ik doe het deurtje heb ik iets open gezet. Naar de palingen even voelen. Nou, dan lekker wat harder. Op mijn gevoel zijn ze al, moeten ze nog niet zo lang meer. Nou, lekker een beetje stijf zijn ze al. Klep weer dicht, 80 graden. Dus een klein keertje zit hier tussen. Ja, ik gebruik een haak voor die deur, want dat vind ik, ja, de deur is toch warm. Ik vind het wel fijn werken, zo'n haakje. Even die deur dicht, dat die temperatuur weer een beetje oploopt. Zo speel je een beetje met de temperatuur. Ik heb een digitale temperatuurmeter ook erbij, even voor de zekerheid te checken. Nou, het zit mooi rond de 80 graden. Dat is perfect. Nou, het garen is bijna klaar. En dan gaan we hem afroken. Dat afroken, dat doen we op, doe ik op 4 delen eikenhout. En 1 deel beuken. Dat kan je het beste meten, zeg maar 4 kopjes eikenhout en 1 kopje beukenhout. Die gaan we zo even afroken. De paling die is nu gaar, zo goed als gaar. Ja, dat voel ik gewoon aan. Ik kan hem hier indrukken tot aan de graad, dus die is gewoon gaar. Dan ga ik hem even terugkoelen naar 50, 55 graden. En dan gaan we hem afroken. Kast open. Vlammen ontstaan, dan heb ik een waterspray erbij om het vuur een beetje te temperen. Zo. Die dicht. Dat is water.
erbij zo. En roken maar. Het roken, dat gaat een uurtje, 5 kwartier duren ongeveer. Nou, we zijn nu ongeveer 20, 25 minuten in het rookproces. Dus het droog hebben we gehad, het garen hebben we gehad. Nu zijn we hem aan het afroken. Nou, het gaat perfect. Ik heb het houtzaagsel erbij gegooid om de 10 minuten even kijken of er nog voldoende houtzaagsel in ligt. Nou, de temperatuur gaat ook uitstekend. Het is tussen de 50 en 60 graden. Stop. Mooi rookpluimpje erbij. Dus ja. Nog 3 kwartier en dan is het klaar. We gaan nu nog 20 minuten roken. Dan roken we hem af. Met eikenhouten krullen. Ik geef even wat meer smaak mee. Checken hoe ze eruit zien. Ze zien er al goed uit. Mooi goud gekleurd. Kast weer dicht. De temperatuur is nog steeds rond de 60 graden. Over 20 minuten. De paling is klaar. Ik ga hem uit de kast halen. De paling heeft 5 kwartier gerookt. Mooi voor kleur. Top. Zeg mooi. Pa, hier ga ik goed. Er mooi uit. Netjes. Dit was het roken van paling. Veel succes.